Welkom bij dit maandelijks gesprek met burgemeester Henri Lenfrink. We hebben Leiders Ontzet gevierd in de stad. We hebben toch wel een hele mooie maand achter de rug met allerlei evenementen die kunnen doorgaan. Is het coronavirus achter de rug, vraag ik me dan af. Nou, nog niet helemaal. En een maand geleden alweer werd er geschoten op de Marrakesh Lounge. Er zijn gesprekken geweest met de buurt. En ja, ik ben benieuwd wat die opgeleverd hebben. Dat ga ik allemaal vragen in de komende 20 minuten. Burgemeester Henri Lenfrink, welkom. Gisteren was de Leiden Marathon in de stad. Ik keek daarna en ik zag, ja, het lijkt wel alsof we weer terug zijn waar we anderhalf jaar geleden gebleven waren met alle evenementen die door kunnen gaan. Ja, er kan weer heel veel en dat is gewoon heel erg fijn. Daar hebben we ook allemaal natuurlijk wel naar uitgekeken. Het is gewoon heel prettig om weer die dingen te kunnen doen. Ik heb dat met 3 oktober gezien. Het was nog niet zoals vanouds, maar er kon al wel heel veel. En ik heb ook veel mensen gesproken die dat heel fijn vonden. Die het prettig vonden dat we zo weer in de stad konden zijn, dat het weer gezellig was op de kermis. Ja. Nou, kermisklanten hebben ook redelijk goed gedraaid. Dus dat betekent dat er veel mensen van genoten hebben. Dus dat is zoals we het graag zien. Ja. We hadden nog een jongerenfeest bij Matilo. En ook daar hebben veel jongeren erg van genoten. Ook even in de rij gestaan. Dat was zeker zo. Dus dat, wij moeten bij de evaluatie ook nog wel een paar dingen even weer tegen het licht houden. Was er wel voldoende capaciteit voor het binnenlaten? Misschien dat dat niet helemaal het geval was. Ja. En er zijn best jongeren misschien ook wel teleurgesteld afgedropen. Maar het overgrote deel is gewoon naar binnen gegaan. En die heeft een heel mooi feest meegemaakt daar. Ja. Was ook een van de eerste dingen die we echt konden op die schaal. Ja. Dus dat was leuk om dat mee te maken. Ja. Straks nog even kijken hoe uw Leiders Ontzet was. Maar eerst nog even naar die marathon. U was de eerste die zei, we gaan die marathon weer door laten gaan. Daarna volgden andere steden, Eindhoven, Amsterdam. Wat was voor u de doorslaggevende reden om te zeggen, ja, zo'n grootschalig evenement in de regio kan ook weer? Nou, eigenlijk, kijk, de kern van de marathon is natuurlijk dat je een lange afstand aflegt. En dat de mensen die daarnaar kijken, verspreid langs die route staan. En dat is eigenlijk gewoon heel goed te doen. Je moet alleen een beetje bij de start en de finish een beetje opletten dat het niet al te zeer ophoopt. Maar ja, daar was ook niet echt sprake van. Dus dat ging prima op deze manier. En ik ben ook blij dat het zo gegaan is. Ik denk dat iedereen er tevreden mee was. En kreeg u het rond met de, we hebben het hier vaker over evenementen gehad, met de roosters bijvoorbeeld van handhavers, van politie, van diensten. Lukt dat nog? Ja, dat moest je natuurlijk van tevoren ook regelen. We hebben al in het voorjaar afspraken gemaakt over welke vergunningen kunnen in het najaar nou verleend worden, als het kan, en welke niet. En toen hebben we gezegd van een aantal die konden wel en een aantal konden niet. Dus die keuze hebben we toen al gemaakt. Dus dat betekent dat waar toen ja tegen gezegd is, daar was dan ook de capaciteit voor beschikbaar. Daar konden we vanuit gaan en zo is het ook geweest. Precies. We kijken ook vooruit naar de komende maanden. Nou, een van de grote dingen die er altijd is met de kerst, dat is de drijvende kerstmarkt. Vandaag werd bekend dat die niet georganiseerd gaat worden. Zou het wat u betreft in de lijn liggen om dat wel dat soort evenementen mogelijk te maken de komende maanden? Ik denk dat het had gekund. Ik geloof niet dat corona daar nu nog een bezwaar tegen zou zijn. Wat dat betreft weten we natuurlijk ook niet 100% hoe de omstandigheden zich verder gaan ontwikkelen. Maar ik heb het gevoel dat we op het niveau waarop we nu zitten, dat we dat goed nog een tijdje vol kunnen houden. En dan kunnen in dat kader dit soort evenementen ook gewoon plaatsvinden. Ja, en dat gaat dan over, een kermis hebben we natuurlijk gezien, doorstroomlocatie zei u, de markt, een doorstroomlocatie. Nou, een kerstmarkt, doorstroomlocatie, al dat soort, ja, meer festiviteit in de stad, daar ziet u niks voor in de weg liggen de komende maanden. Ik denk dat dat nu niet hoeft. We zien dat het aantal besmettingen redelijk stabiel is. Het is wel iets hoger misschien nog dan we graag zouden willen. En de zorg blijft wel druk. Dat merken we in combinatie van alles wat met corona te maken heeft en andere zaken. En we zien ook in het nieuws dat her en der ziekenhuizen zelfs de spoedeisende hulp moeten sluiten omdat ze niet genoeg personeel hebben. Dus die personele kant is echt wel lastig. Maar verder geloof ik dat er niet heel veel reden is om nu hele strenge maatregelen te gaan hanteren. Nee. Ik denk dat zoals het nu gaat is het redelijk goed als we er maar voor zorgen dat het niet wegzakt met die
vaccinaties. Want we weten dat ze na verloop van tijd iets minder effectief worden. Dus het kan best zijn dat we straks aan een derde prik moeten. Maakt u zich daar zorgen over? Kijk, u noemt terecht, er is nu een kleine stijging te zien. Niemand weet waar dat volgende week of over 2 weken is. Maar maakt u zich zorgen over het toenemende aantal gevallen en een afnemend aantal vaccinatie? Ja, dat mensen minder goed gevaccineerd zijn op een gegeven moment? Nou, eigenlijk als ik zie hoe goed de mensen nu hebben meegewerkt, maakt me er niet al te grote zorgen over. Wat dat betreft zitten we denk ik ook wel in een stad waar relatief veel mensen daar goed over nadenken en met een positieve manier daarnaar kijken. Nou, dat is fijn. Dus ik maak me er niet al te veel zorgen over. Ik vind wel dat we het gesprek ook moeten aanblijven gaan met diegenen die om welke reden dan ook zich nog niet hebben laten vaccineren. Het is gewoon verstandiger als iedereen dat doet. Dan zijn we er sneller vanaf dan wanneer we dat niet doen. Zijn we dicht bij het oude normaal? We hebben nu nog de QR-code, maar eigenlijk iedereen die een QR-code laat zien, die kan gaan en staan waar die wil. Ik merkte ook dat er niet bij iedereen de drang is om dat te controleren. Toen ik op 4 oktober in de ochtend even wat ging eten. Nou, was dat niet aanwezig? Je merkt de verslapping daarvan ook wel in de horeca. Laat dat ook zien dat het eigenlijk ook langzaam niet meer nodig is en dat we dat oude normaal betreden? Nou, die regels zijn er en die handhaven we ook wel. Over het algemeen wordt er best behoorlijk de hand aan gehouden, moet ik eerlijk zeggen. Die indruk heb ik helemaal niet dat daar slordig mee omgegaan wordt. Heeft u het opgetreden? Komt wel voor. Het komt wel voor natuurlijk, maar dat is niet zodanig erg dat we ons daar zorgen over hoeven te maken. Er zijn wel waarschuwingen uitgedeeld, gezegd van dit moet je doen en zo moet je het doen. Heeft u last onder dwangsom afgegeven? Nee, niet naar aanleiding van waarnemingen. Nee. Wel mensen die van tevoren aangaven het niet wilden gebruiken. Daar hebben we dat wel gedaan. Maar dat is niet omgezet in een daadwerkelijke dwangsom uiteindelijk? Nee. Dat is niet nodig geweest. Nee. Iedereen die heeft zich er keurig aan gehouden. Maar ja, het is niet 100% waterdicht natuurlijk. Want dan zou je overal ook een boa naast moeten zetten. Maar ik denk in het algemeen dat de meeste mensen zich redelijk gedragen hebben. En nu is het even afwachten of we een piekje in de cijfers zien. Maar ik ga ervan uit dat het niet het geval is. Nee. En hoe lang denkt u dan dat we met die QR-codes nog bezig blijven? Nou, ik hoop eerlijk gezegd dat ergens in november het zover is dat we dat kunnen afschaffen. Want ik geloof dat het percentage mensen dat gevaccineerd is zo groot is dat we dicht in de buurt zitten van dan hebben we sprake van een soort groepsimmuniteit. Mm. En dan kunnen we het op die manier oplossen. Dat is eigenlijk ook de redenering die men in Denemarken heeft gevolgd. Nou, daar zitten we dichtbij. Dus ik denk dat we even moeten kijken per wanneer dat precies zo is. Maar ik hoop eigenlijk dat dat ergens in november op zijn laatst is, dat we die stap kunnen zetten. En tot slot dan van dit onderwerp. Maar denkt u dan dat het een stok achter de deur blijft, die QR-code? Dat zegt, het aantal besmettingen neemt weer toe. Nou, die QR-code voeren we in. We doen het weer even niet. Hè. Is dat een soort, dat het een flexibele maatschappij wordt in dat opzicht? Ik durf dat niet te zeggen. Het ligt ook aan wat je precies ziet met die cijfers en welke maatregel daar dan het meest bij past. Ja. Het zou kunnen, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Wat dat betreft is het aantal gevaccineerden inmiddels zo groot dat het ook de vraag is of wij ons daar nou heel erg bang voor moeten maken. Ja. Leiders ontzet, een week achter de rug. Ja. Hoe was u ontzet? Nou, ik vond het echt weer heel fijn. Het was natuurlijk jammer dat we niet de revelje bij het stadhuis konden doen, want zo hoort dat nu eenmaal. Door verbouwing, niet eens door corona. Door verbouwing, maar dat is dan nog wel jammer. Maar dit was toch ook heel leuk met elkaar. Het is heel leuk om die liedjes te zingen met elkaar. Het was weer heel leuk in het Van der Werf park. Dus eigenlijk leek die best wel veel op een normale 3 oktober voor mij. We hebben altijd een heleboel gasten. Daar hadden we er nu minder van. Ook al omdat we ze niet zo goed konden ontvangen deze keer. Maar eigenlijk
heb ik er wel heel veel plezier aan beleefd. Heb gewoon de revelje gedaan, de koraalzang. We zijn naar de uitdeling haring en wittebrood geweest. Is ook anders dan normaal. Niet het, in pakjes, hè? We kregen het in pakjes in plaats van dat de viswijven de vissen uit de vuile tonnen halen om het aan jou te geven. Die moeten dan vervolgens nog schoongemaakt worden. Maar alles was keurig schoongemaakt en in pakjes. Ze waren wel heel lekker trouwens. Ja, toch weer lekkerder dan het vorige jaar moet nou, het dan. Vorig jaar heb ik er niet zoveel gehad, moet ik eerlijk zeggen. Dus dat was bij mij een beetje uit het geheugen verdwenen, hoe ze toen smaakten. Maar eigenlijk, ik vond ze echt wel heel lekker. Ja. Ze waren denk ik goed gekoeld aangekomen, dus dat ging wel heel mooi. Ja. Dus dat was lekker. Dus na die tijd zijn we naar de kerk, de dankdienst geweest. We hebben bij Minerva hutspot gegeten. En geen optocht dan? En geen optocht. Nee, toen zijn we even naar de kermis geweest. Dat was ook erg leuk, moet ik eerlijk zeggen. En toen ben ik naar het veiligheidsteam van de gemeente geweest. En dat was eigenlijk ook wel mooi. Er zit een hele grote groep mensen gewoon klaar die iedere keer monitort wat er in de stad gebeurt. Als men ergens doorkrijgt dat er bijvoorbeeld iemand gewond is geraakt of te water is geraakt, worden ook snel de EHBO's daar naartoe gestuurd. Dat is echt een soort zenuwcentrum. Buitengewoon indrukwekkend. Het is goed verlopen volgens mij. Dat is behoorlijk goed verlopen, Dat is fijn. Iets wat ik eruit heb gepakt, en dat sluit daar misschien wel bij aan. U besloot daags voor de viering een verbod op eigen meegebrachte drinkerij uit te vaardigen. In de binnenstad, rond het stationsgebied. De aanleiding daarvoor was dat er nu eco-glazen zijn en iedereen bij de horeca een biertje kan bestellen. En om die horeca een goede kans te geven om dat ook te verkopen. Dat zeg ik goed, denk ik. Nee, dat is niet het geval. Het heeft puur te maken met de openbare orde en veiligheid. Dat als het spannend wordt in zo'n situatie, kun je met volle blikjes en met flessen behoorlijk wat onheil aanrichten. Dat willen we zoveel mogelijk voorkomen. Vandaar dat dat verbod is opgelegd. En de horeca heeft daar niks mee te maken? Nee, niet als argument. Want de groep is er natuurlijk al jaren. Misschien dat ze het fijn vinden, maar wij vonden het ook vooral van belang. Wij wisten eigenlijk ook niet zo goed hoe 3 oktober ging verlopen. Wat gingen de mensen doen? En wij waren eigenlijk ook wel blij verrast met hoe dat met het jongerenfeest ging. Dat in zeer korte tijd de eerste 6000 kaarten verkocht waren. In 10 minuten de tweede 1500. Zonder enige reclame, zonder reuring op de social media. Dat je dan denkt, ja, er is zo'n enorme eagerness om weer te gaan feesten. Dat was voor ons wel aanleiding om te zeggen, wat gebeurt er eigenlijk? Dus het was voor mij ook wel de meest spannende 3 oktober die ik hier eigenlijk wel heb meegemaakt. Misschien op die van 2009 na. Maar deze was echt heel spannend. Wat gaan de mensen doen? Mm-hmm. Wordt het nou veel en veel te druk? En als het veel en veel te druk wordt, wat gebeurt er dan? Ja, maar dat wisten wij eigenlijk niet zo. Toch valt het me dan op, u zegt, we willen dat drinkgerij verbieden om in geval van een escalatie te voorkomen dat gebruikt wordt, dat er blikjes bier gegooid worden en dat soort dingen. Er werd niet stevig op gecontroleerd. Nee, dat is, kijk, je moet je voorstellen, er zijn heel veel regels op zo'n moment. En bij het handhaven op regels is het altijd zo dat je een keus maakt wat op dat moment het allerbelangrijkste gevonden wordt wat je ziet. En dat is ook de bevoegdheid van politie en handhaving om die keuze te maken. En als dit samenhangt met een probleem, dan kun je dit gebruiken om op te treden. Er zijn wel links en rechts wat signalen afgegeven als het ging om echt behoorlijke hoeveelheden die men de stad in sleepte. Mm-hmm. Maar het is niet echt nodig geweest. En we hebben ook na die tijd gezien dat de stad er eigenlijk misschien nog wel schoner bij lag dan normaal. Dus het was eigenlijk ook wel goed dat we dit gedaan hebben vanuit dat oogpunt. Maar was dat dan incidenteel, omdat het dit jaar zo'n spannende viering was, dat u zegt, we moesten dat eenmalig doen? Nou, moeten we wel even evalueren of we er tevreden mee zijn. Want kijk, de meeste mensen die hebben zich er gewoon keurig aan gehouden. Dus dat is heel fijn. Ja. Vindt u het wel een argument dat de horeca ook zei, ja, eindelijk wordt aan onze oproep gehoor gegeven dat we zelf dat bier mogen verkopen in ruil dat we de stad voorzien van evenementen? Ja, want dit keer was er eigenlijk geen geen groot evenement, een paar kleinere her en der. Maar ik geloof niet dat het daar directe koppeling mee heeft. Ik ken het geluid wel van de horeca. En dat speelde vooral in de tijd dat men een groot evenement in het rond de Nieuwe Rijn organiseerde. Toen was het verhaal, wij maken daar veel kosten voor. En dan gaan anderen met de opbrengst strijken. Dat zou toch eigenlijk niet moeten.
Maar dat heeft hierbij geen rol gespeeld. Nee, dus dat zou ook in evaluatie, wat u betreft, niet een argument kunnen zijn om te zeggen, we doen het volgend jaar weer? Nee, het kan wel gewoon omdat we denken dat het een goede werking heeft gehad. Ja. En heeft het een goede werking gehad? Dat denk ik wel. Ja. Want we zagen ook aan het eind gewoon veel minder op straat liggen. Dus dat is ook een positief signaal. Ja. We hebben nog wel even op 4 oktober 's avonds laat wat gedoe gehad met de politie. Waar ook spullen naar de politie gegooid is. Daar is tegenop getreden. Dus toen weer onder controle gekomen. Maar dat soort dingen willen we dus voorkomen. Ja, en dat doet u dus onder meer door dat eigenlijk die flesjes en die blikjes dan in de band te doen. Ja. Vorige maand hebben we het gehad over de Marrakesh Lounge in de Herenstraat. Daar werd in de vroege morgen meer dan 10 keer op geschoten. U bent toen ook langs gegaan in de buurt. Daar is een gesprek geopend met de buurt van ja, wat moeten we hier nou mee? Hoe was dat gesprek? Het was een online gesprek. Langs gaan hoeft ook niet, want ik woon zelf in de buurt, moet ik eerlijk zeggen. Maar het was een online gesprek. Ik denk dat dat wel informatief was voor iedereen die er aan deelnam. Buurtbewoners hebben eigenlijk verteld wat zij allemaal hebben meegemaakt de afgelopen jaren rondom deze zaak. Nou, dat speelt allemaal een rol straks bij de afwegingen. Hoe gaan wij daarmee verder? Mm-hmm. Kunt u die signalen op een bepaalde manier meenemen in een argumentatie om later bijvoorbeeld deze tent gesloten te houden of daar op een andere manier mee om te gaan? Zeker speelt dat mee. Zeker speelt dat mee. Dus dat die signalen kunt u aanvoeren op een later moment? Dat kan. Het zal zelden alleen maar op deze signalen gaan, maar het speelt wel mee in de afwegingen die je maakt. Mm-hmm. Dus dat lijkt mij ook wel logisch dat je dat doet. Dus we hebben veel opgehaald van wat mensen zo al aangaven, wat ze meemaken. Mee hebben gemaakt en nog meemaken. Mm-hmm. Dus dat was duidelijk dat we daar mee zaten. En ik heb toen ook uitgelegd dat ik, en dat was toen net duidelijk geworden, dat ik de sluiting nog ging verlengen. Ja. En dat is toen ook meegegeven. En dat ik aan nadenken zou gaan over hoe we daarna mee om zouden gaan met deze locatie. Ja, en hebt u al een denkrichting gevonden? Ja, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Nee. En waar ligt dat dan aan? Omdat het niet netjes is iets in de publiciteit te brengen voordat betrokkenen daarvan op de hoogte zijn gesteld. Ja, het is natuurlijk, dat zeiden we vorige maand ook al, er zijn wel een aantal keer al incidenten geweest. Die hebt u ook met de buurt toen besproken. Welke mogelijkheden heeft u? Kunt u tegen een zaak zeggen, u mag hier nooit meer terugkomen? Want het gaat vaak over tijdelijke sluitingen. Ja, dat kan. Al dat soort theoretische mogelijkheden zijn er. Ja. Je kunt de vergunningen intrekken. Je kunt, als je daar voldoende argumentatie voor hebt. Je kunt zelfs zo ver gaan dat je de bestemming eraf haalt. Dus allerlei keuzes zijn er wel. Juridisch zijn er van allerlei keuzes. Maar je moet nog wel even de knopen tellen. Wat kan nou precies en welke stap gaan we nu zetten? Ja. Is er vanuit het Openbaar Ministerie al meer uw kant op gekomen over in welke hoek dit gezocht moet worden, zo'n schietpartij? Want dat heeft echt wel indruk gemaakt op de buurt. Jazeker. Ja, daar kan ik al helemaal niks over zeggen. Want alles wat met de opsporing te maken heeft, ga ik er A niet over. En B, dat is altijd strikt geheim totdat er conclusies getrokken worden. Ja. Verwacht u op kortere termijn conclusies te kunnen trekken? Ik vraag het, u kunt er natuurlijk niet veel over zeggen, maar we waren daar toen ook die ochtend en later ook. Je hoort het ook vanuit de winkeliers, maar ook van bewoners, dat toch echt wel een indruk maakt. En dat kan ik me ook goed voorstellen. En dat mensen ook zoiets hebben van, ja, wat gaat hier nou mee gebeuren? Hè? Nou ja, dat snap ik. Daarom hebben we ook dat gesprek gevoerd. Om aan dingen te luisteren en ook wel even mee te geven waar we zoal welke afwegingen wij allemaal nog te maken hebben. En dat is heel begrijpelijk dat mensen daar in de buurt ook heel erg mee bezig zijn. Er waren ook best veel mensen, dat is ook wel een teken van betrokkenheid natuurlijk. Er waren ook mensen vanuit de winkeliersvereniging. Dus dat is wel goed geweest dat zo is. Maar we hebben in het verleden vaker te maken gehad met horecazaken die heel veel overlast veroorzaakten en waar we ook stapje voor stapje maatregelen hebben getroffen. We hebben het allemaal nog onder controle gekregen, dus dat zal hier ook wel lukken. Ja.
Tot slot nog kort, we zitten in de hoek van het Openbaar Ministerie. Ik vroeg me in de voorbereiding van dit gesprek af, we hebben 4 maanden geleden op de Steenstraat een ernstig ongeluk gehad. Daar werd het toen ook met elkaar over gehad. Daar is ook een strafrechtelijk onderzoek aangekondigd naar de dood van dat 7-jarige meisje met in botsing kwam met een taxi en een bus in de Steenstraat. Is van dat Openbaar Ministerie, is dat onderzoek op? Wat kunt u daarover zeggen? Nou, het enige dat ik ook wel heel benieuwd ben naar resultaten. Er zijn wel onderdelen afgerond, heb ik gehoord. Maar ik weet nog niet hoe het ermee staat. Ik denk dat het belangrijk is dat we straks ook daar de resultaten van horen. Ja, ik ben een leek in dat opzicht. Maar 4 maanden voor een ogenschijnlijk, simpel is het niet. Maar zo'n onderzoek, ik kan me voorstellen dat u ook op een gegeven moment zoiets heeft van, u hebt altijd gezegd, we willen maatregelen baseren op wat we in dat rapport lezen. Ik kan me ook wel zeggen dat u op een gegeven moment de hoofdofficier van justitie belt of de officier van justitie van, hoe staat het nou met dat onderzoek? Want wij willen met die maatregelen aan de slag. Nou, kijk, wij hebben natuurlijk toen de maatregelen zoals die toen golden, daar was natuurlijk ook een verkeersonderzoekje of een verkeersadvies aan vooraf gegaan. Mm-hmm. En de huidige situatie is niet meer te vergelijken met die situatie. Dus de acuutheid daarvan is er ook niet meer. Het is nu vooral terugkijken van hoe is het zo gegaan. Ja. Zegt u daarmee ook dat onderzoek minder van belang wordt voor wat er met de verkeerssituatie daar moet gaan gebeuren? Dat eigenlijk de termijn daar ook minder aanleiding toe geeft, omdat we er nu al 4 maanden op wachten? Ik geloof dat de situatie nu niet meer vergelijkbaar is met die situatie toen. We zaten toen natuurlijk met het verhaal dat de markt voor een deel op de beestenmarkt, nieuwe beestenmarkt en lammenmarkt stond. Daardoor waren allerlei busroutes niet beschikbaar. Leiden is een van de dichtst bebouwde steden van Nederland. Heeft heel weinig openbare ruimte. Waren ook nog eens een keertje bezig met de herinrichting van de Lange Gracht. Zodat het echt heel erg krap is wat ruimte betreft in de stad. Dus dan moet je echt woekeren. Dus in die situatie hebben wij ook keuzes gemaakt die je normaal natuurlijk niet graag maakt. Mm-hmm. En die je normaal ook liever op een andere manier wilt laten doen. Maar ja, geen openbaar vervoer is ook geen optie. Ja. Vandaar dat toen voor gekozen is om te zeggen, wij laten de bussen gedurende een bepaalde periode in 2 richtingen over de Steenstraat rijden. Mm-hmm. Met verkeersregelaars en het over en weer duidelijk maken dat als de ene die kant op rijdt, dat er aan de andere kant niet tegelijkertijd een bus komt. Dus dat zou goed moeten werken. Dat was ook het advies, dat dat op die manier zo zou kunnen. Het is ook al die tijd goed gegaan, behalve dat noodlottige ongeval op dat moment. Als je dat anders had willen doen, dat kan bijna alleen maar door openbaar vervoer voor een deel te schrappen. En nu speelt het niet meer, want nu is er geen sprake meer van 2-richting verkeer. Dus dit element is straks een kwestie van terugkijken. Hoe is het zo gegaan en hoe moet je dat beoordelen? En wat hoopt u dan tot slot te lezen in dat onderzoek nog? Wat zouden we er nog als stad uit kunnen leren? Ik denk dat ik vooral wel heel erg benieuwd ben, want ik weet ook niet heel precies wat er allemaal gebeurd is. Of wij daar dan een zekere mate van helderheid over krijgen. Zo moet je dat duiden. Ja, oké. Volgende maand, dan spreken we weer aan het begin van november, kijken we dan ook rustig aan richting de aankomst van Sinterklaas natuurlijk. Volgende maand wordt daar meer over, ga ik u dat vragen. Hij komt zeker. Hij komt zeker. Nou, dat is al goed. Dat is kijk volgende maand ook weer dan weer in gesprek met burgemeester Henri Lemfrink. Dit gesprek wordt nog herhaald deze week op Zuidelstad TV en is natuurlijk ook terug te kijken op zuidelstad.nl.